Zo jongens, welkom bij een nieuw vlogje. Vandaag krijgen wij het sleutel van een nieuwe huis. Ja! Kijk hier, leuk! Heb je wat te vertellen aan de kijkers? Ga je vertellen, krijg je vandaag sleutel, een nieuwe huisje, hè? Vandaag krijgen we het sleutel van een nieuwe huisje, hè? Alleen, nu weet ik dus niet of wij... Ik en Shen zijn natuurlijk bezig met een eigen reality show. Dus ik kan niet, ik weet niet of ik vandaag alles... Oh, je komt even erbij zitten, jongen. Kom even erbij zitten. Kom me vertellen, kom maar. Deze man. Papa love you, hè. Papa love you, hè. Ja, wat ik wou zeggen is dus, ik weet niet of we alles kunnen filmen, want we filmen ook dingen voor de reality show. Dit is een beetje behind the scenes, dus ik neem jullie een klein beetje mee. Shen is even weg. Ik zou haar zo even vragen wat we kunnen filmen en wat niet. Dus, maar in ieder geval, we krijgen de sleutel van het huis. Dus klussen kan beginnen, man. Niet dat ik dat ga doen, er worden gewoon mensen opgezet. Maar je weet toch, we kunnen, in mijn hoofd kan het gaan beginnen. Wij krijgen vandaag... Hallo. Dit is een vlog. Ja, wat krijgen we vandaag? De... sleutel! Van ons nieuwe... Wijs. Spannend, hè? Ah, oh, jij vindt het niet spannend. Jij kan zo droog gaan lopen. Ik dacht, jij komt helemaal yes. Nou, ik dacht dat je... Ik wachtte tot jij iets ging zeggen. Ik dacht dat je tegen Tijk aan het praten was, eigenlijk. Wij krijgen de sleutel van het nieuwe huis. Maar, ik had het dus erover. Dit is een soort van behind the scenes, want we hebben natuurlijk een eigen show. Ja. Dus wat mag ik allemaal filmen en wat niet? Ik zeg dat we een sleutel krijgen en verder moeten ze maar kijken in de serie. Ja. Nou, jullie horen het van de Big Boss. Mag ik ze ook niet een beetje meenemen in het huisje daar, toch? Nee. Jawel. De voordeur mag ik laten zien. De tuin. De tuin. Mag ik de tuin laten zien? Ik weet niet, maar is het eigenlijk gewoon. Oh. Maar van dit huis worden ze ook niet gelukkig. Kijk dan. Nee, daar word je echt depressief van. Mama kwatsie. Ik neem jullie gewoon stiekem. Ik ga jullie stiekem dingetjes laten zien vandaag. Komt goed. Hier, we zijn aangekomen bij een nieuwe huisie. En kijk eens jongens, ik heb een eigen plekje voor de deur. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Nou, dit is dus ons huis. Dit mag ik wel laten zien, toch? Kijk maar naar de tuin. Toch ook. Oh ja, de tuin. Ik mag de tuin laten zien. Kijk, dit is onze tuin. Er moet veel aan gebeuren. Iedereen zijn tuin is zo, behalve die tuin. Hier wonen allemaal nog geen mensen. Nee. Vind je het spannend? Nou, ik moet vooral heel erg nodig plassen. Dus je vindt het spannend? Misschien wel. We hebben nog nooit het huis van binnen gezien. Ja, en dat vind ik dus heel spannend. Zeg maar, we hebben het huis, maar want, nog nooit van binnen. Juist. Dat is wel een duidelijk valt het helemaal tegen, maar ik denk niet. Ik denk het ook niet, maar ja, je weet niet hoe het boven eruit ziet. Klopt. Maar ik ben benieuwd, we gaan het meemaken. Zo, voordat we de sleutel krijgen van het huis. Zijn we nog even aan het filmen voor de reality? Hm? Oh, wacht, hou zo. Oh, oh ja, zit je zo mee. Is goed zo, ja. Nou. En dan over een half uurtje aan de sleutel? Ja. Dan, mag ik ze wel een kleine rondleiding geven voordat we. Nee. Waarom niet? Dat is toch raar? Waarom? Dit, anders, voor wat moeten ze dan nog de andere aflevering kijken? Dat is een ander perspectief. Ja. Dat is nou weer bullshit. Nou, ik laat jullie... wat zal ik laten? Ik wil wel iets laten zien. De voordeur. De gang. Oké, jongens. Oké, we gaan beginnen. Zo, we hebben de sleutel van een nieuwe huis. We zijn nu in de schuur. Denk je, weet je, in de schuur? Daar mogen we wel filmen, hè. We hebben een klein premiertje gegeven, de schuur. Dit is onze schuur, jongens. Oh, ik ga dichterbij. Zie je, wat hier gaat gebeuren weet ik eigenlijk niet. Rommel. Ik vond alle rommel. Van een rotzooi. Wat vind je van een nieuwe huis? Dat is mooi, hè? Dat vind je mooi. Gaan papa en mama verhuizen, hè? Ja. Oh, wat gezellig. Kijk, mama is druk aan quota. Dit is dus onze voordeur. Ja, ik mag niet alles laten zien van Shen, dus we gaan de trap.
Ik een beetje van de tuin. Maar ik mag het dus niet alles laten zien. Maar dit is het een beetje. Het is wel een top hier. Ik zeg jullie gewoon eerlijk, het is een topbuurt. Dus ja, ik ben tevreden. Maar verdere informatie moeten jullie dan maar gaan zien in de officiële reality show. Ja, hè? Wat vind jij van het huis? Vind Tijkie mooi? Ja, Tijkie, blij met het huis. Yeah. Yeah. Nou jongens, we zijn weer thuis. Tijkie slaapt. Die jongen is kapot. Heel de dag eigenlijk niet geslapen, hij was altijd met ons op pad. Dus die jongen slaapt lekker nu. Shen is weer, je zou het niet raden, maar zij is weer on the move. Ze is naar de loods gegaan, ze is gelijk, alles moet gelijk gebeuren, verhuizen, dit, dat, nou. Ze ga jij je gang maar. Ik ga naar huis. Ik heb ingecalculeerd hoe het een beetje moet, hoe en wat. Er zijn mensen geweest die dingen gaan fixen. Is klaar voor vandaag, maar... Shen is zo vervelend soms. Nou, is ook goed. Doet ze lekker haar ding. En gelukkig zegt ze dan niet. Ja, Quint, je moet mee. Je moet helpen. Ze zegt, ga jij maar lekker naar huis. Nou, top. Gefixt. Dus ja, we zitten weer lekker thuis. Ik ga even lekker eten. En dan, ik moet nog zo naar de gym. Even knallen. En dan zal ik zo wel weer even vloggen als Shen weer terug is. En dan even kijken wat zij van het huis vindt. En... wat ze nou nog allemaal heeft gedaan. En ja, dan praten we gewoon even over het huis. Met z'n allen. Zo, het is inmiddels alweer... hoe laat is het, Tijkie? Het is 8:30. Kwart voor 9. Tijkie is nog steeds wakker. Ik ben nog steeds wakker, hè, jongen. Hij ligt al lekker in zijn pyjamaatje. We gaan even lekker wat eten. Om toch even te vieren, hè, van het huis. Dat we het... ja, we hebben de sleutel. Dus gewoon even gezellig wat eten. Shen, de moeder, is er uit Duitsland. Dus die gaat morgen weg. Dus we gaan nog even gezellig eten. Tijkie gaat lekker mee. Tijd van je leven, hè? Je moet eigenlijk slapen, jongen. Je moet eigenlijk slapen. Zo, onderweg naar Solo Mio. Even, nou, ik kom zo bij jullie terug, want dit is ja, nou, ingesteld. Een gaap. Dit is niet voor jouw vlog. Sorry. Ja, die gaat erin. Hoor je die muziek? Daar zijn we niet uitgenodigd. Daar zijn we niet meer zo hip voor, dat weet je nu al. Klopt. Nou, wij gaan even lekker wat eten om het te vieren dat we het huis hebben. Ja, een nieuw huis, een nieuw begin. Wat is je gevoel erbij? Bij het huis? Ja, nog niks. Mijn gevoel is dat ik blij ben met de buren. Oh ja, dus we hebben wel topburen. Ja, we hebben wel echt top. Die gezelligheidsmensen. Ja, dus daar ben ik wel blij mee, want je zou maar van die zeikers hebben, dan ben je helemaal gek. Dat is dus lekker aan het trappelen, die moest dan 40 uur geleden slapen. Jezus, die jongen. Tijk! Ah, die is die jongen. Tijkie! Niet te geloven. Maar ja, we kunnen natuurlijk nog niet te veel weggeven. Omdat we bezig zijn met de reality show. Ja, maar we kunnen wel een beetje vertellen. Kijk. Jij hebt mij gerustgesteld. Nou, en de rondleiding van de buren. We hebben bij de buren even mogen kijken. Ja, we mogen kijken. Bij de buren even kijken. Voor... ja. Om te kijken hoe zij het dan hebben ingericht en zo. Dat is best wel handig. Ja. Om een klein beetje wat weg te geven. Je kent Shen. Het is altijd wel iets met Shen. Ja. Dus dit keer was er ook weer wat. Maar ja, dat krijg je allemaal te zien in de... in de video. In de video, in de reality show. Dus, ja, dus nou, altijd wat. Dus altijd gelukkig wat. Mochten we bij de buren even een rondleiding door het hele huis. Dan kwamen we nooit meer weg. Hey. Zo gezellig. hoe heet het? Nou ja, daar was ik wel gerust om. Ja. En dat jij het zo positief inzag. Want normaal ben jij degene die het helemaal niks vindt. Jij vindt nooit wat leuk. Ja, maar dat komt omdat ik ook gewoon heb geaccepteerd dat... ik ga niet verhuizen voor mezelf, ik ga verhuizen voor het gezin. Snap je dus? Het is nu voor de kinderen. Maar dan alsnog. Ja, maar... heb je vaak wel wat te zeiken. Klopt. Nee, maar omdat dit gewoon... het is een nieuwbouw. Het is een leuke buurtje. Het is gewoon... ja. Het is oké. Snap je? Het is... kijk, tuurlijk... we hebben allemaal kinderen op de fiets. Ja. Komen jullie hier wonen? Mooie auto. Ja, mooie auto. Maar kijk, luister. Ja. Qua buurt vind ik... waar we nu wonen... dat wil ik eigenlijk niet inruilen. Dit is top waar we
Alleen, ja, voor kinderen niet. Het is gewoon niet te doen met kinderen in dat huis. Nee, in het huis, maar in de buurt wel. Hier, ja, in de buurt, ja. Zeker. Alleen het huis niet. Dus qua dat, ja, qua huis ben ik wel echt blij. En buurt, weet je, dat is gewoon wennen. Op een gegeven moment weet je ook niet beter. En dan zeg je, nou ja, ik vind die het top. Ja, dat hoop ik dus. Supermarkt zit om de hoek. Gym zit daar ook eigenlijk in de buurt. Dus ja, op zich moet voor mij persoonlijk, kan ik mijn weg denk ik wel beginnen. En ik zit toch al ver weg van mijn vrienden, want ik kom uit Zoetermeer. Ik zit er al, kijk, hier, voor jou is het nu weer een stap weg van je vriendinnen. Ja, klopt. Want ik was het allemaal al gewend. Ja. Dus ja, voor mij nu, voor mij verandert er niet zo heel veel eigenlijk. Maar voor jou wel, dus voor jou is het een beetje wennen. Ja, want ik kon echt nog geen half minuut lopen. Ja. Was je bij je vriendin? Ja. En nu moet ik gewoon een kwartier in de auto. Ja. Maar ja. Dat is live. Daarom zeg ik, nu moet je gewoon denken voor je gezin en niet per se. Ja, het gaat niet om ons. Het gaat niet meer om ons. Nee. Klopt. Dus ja, zodoende ben ik wel positief. Ik heb scheet gelaten zien. Nou, je zet net die dingen aan en ik laat het scheet. Gadver, ik zit het al in mijn neus. Het leek gewoon alsof jij wist dat ik scheet doe en dan doe je hem aan. Als we zeg maar dan wijten. Je doet ook nooit je raam open uit jezelf. Dat is lekker liggie, man. Maar dat is die eiwit shake. Mogelijk. Nou, na heel veel trekken en duwen zijn we toch hier beland, want we hadden een discussietje in de auto. Jouw moeder moest nog helemaal komen vanuit Amsterdam. Dit maar die zei dat ze heel lang geleden onderweg was, dus ze was dus nog lang niet onderweg. Net als jou. Dus ja, nu zijn we hier met z'n tweeën. Ik zat te denken, zouden we hier gaan? Ja, dankjewel. En we wouden bijna Turks eten. Ja, gaan halen, dus we gingen ook weer bijna weer weg. Dus we dat is eigenlijk onze lievelings. Ja, maar toen dacht ik, nou dan gaan we dat halen en thuis zitten. Maar we kunnen ook gewoon even hier met z'n tweetjes. Ja, drieën. Met z'n drieën, ja, tijdje slapen kijken. Dus. Het heeft opgegeven, hij dacht, bekijk het maar jongens. Echt net één seconde. Ja. Dus ja, wij gaan even lekker hier gewoon even eten dan, toch? Ja. Ik zeg dan met z'n tweetjes ook even ontspannen, niet thuis in de rommel. En wij zijn eigenlijk nooit, we gaan nooit eten, want het ligt altijd om 7 uur bed. Precies. Dus. Oh ja, dit doen we nooit. Dus, nee. Laat. Eigenlijk kunnen we dat vaker gewoon doen. Neem we gewoon mee in slaap. Ja, maar thuis slaapt hij gewoon rustig. Oké, nou, gaan we even kijken of we gaan in? Ja. Goed idee. Oh, lekker hoor. Dit wil even smullen. Ah, wil je ruilen anders? Ik zie alweer dat die bord gaat ruilen dadelijk. Het is nog hartstikke heet. Lekker? Oh ja. Ja, snel genieten. Ah jongens, dit was zo lekker. Dit was de beste pizza uit. Ik bedoel pasta. Jij hebt nog heel je pizza. Ik heb het al op. Met jou hoef je ook echt niet uit eten. Nee. Nee. Soms denken mensen echt oprecht dat ik niet geniet van mijn eten. Maar ik heb het zo genoten. Jezus. Neem er nog één. Nee, dat vind ik net weer te veel. Nee, waarom? Ik neem gewoon een stukje pizza van jou. Dat kan ook. Ah, zo, we zitten weer lekker op de bank, jongens. Shane is nog even naar de moeder toe. Want die was er niet. Die, nou, dat heb ik al uitgelegd bij het eten, volgens mij. Dus we hebben gewoon even lekker met z'n tweeën gegeten. En zij is nu nog even haar moeder gedag zeggen, want die gaat vannacht weg. En ja, ik ga nu die vlog maken voor jullie. Dus ja, verder heb ik niet veel te zeggen. Het is, komt een leuke periode aan, verhuizen. Dus blijf gewoon vooral kijken. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Er komen leuke dingen aan. Check ook Shander kanaal, want daar komt uiteindelijk de reality serie op. Dus ga dat checken en dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik wil mijn vlog gaan afsluiten. Oh, sorry. Ja, ik wil nog even. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Dank allemaal voor het kijken. Superleuk. En tot volgende week. Lekker, subscribe. Tot volgende week. Dus nu moet ik er wat volgende week. Ja. Nou, je hoort het. Tot volgende week.